Ja, welkom terug bij Z2D. Bestaande businessmodellen op zijn kop zetten. Disruptie met een mooi woord. Dat hebben we natuurlijk in een aantal sectoren al gezien. En dat moet nu ook in de kappersbranche gaan plaatsvinden. Via het initiatief Guild. Dus wij dachten, ja, we nodigen de kapper van Guild maar eens uit. En uh, Bart Reijnen is het uh, leidend voorwerp in deze. Alhoewel, Tatjana, je doet het keurig. Dat uh, mag erbij gezegd worden. Het, het is een soort koorknaapje aan het worden. Dat <tie> had je ook niet gedacht, hè? Keurig. Ja, keurig, hè? Wij ja. zijn um, klaar, Tatjana, denk je ja. niet? Ja? Oké, okay, nou dan uh, nodig we Bart weer. Nou, netjes, Bart. Ja Ik heb geen spiegel. Nee, maar het is keurig. Het, ja. Kijk, je kunt het zien zo. Kunt, uh, de kerstdagen bij de Schoonfamilie wel aankomen, Dan denk ga ik. Ga ik straks beter naar kijken. Ja, nou keur. Kom, kom maar, het ik kom weer aan tafel. Je hebt keur gedaan. <laughs> Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, netjes hoor. Haartjes nog nat, hè? He, heet dat? Hey Bart, ja, we maken uh, het zo nog even af, hè? <laughs> uh, inmiddels geknipt uh, door de kapper gevonden door Guild. Die gaan de zaak disrupten. Is een beetje een mode gil. Heb ik wel als de indruk alles moet gedisrupt worden. Uh, uh, even wat is er mis met de oude kappers? Uh, die zijn eigenlijk nog een beetje ouderwets natuurlijk. Want uh, kappers die zijn eigenlijk vaak van 9 tot 5 of 6. Hooguit 7 zijn ze open. Je kunt ze alleen bellen rond die tijd als jij aan het werk bent. Online kun je geen afspraken maken. En dat is eigenlijk niet wat de nieuwe economie uh, uh, inhoudt. En daarom dat daar hoog nodig wel wat uh, opschudding te veroorzaken is. Het, het, het klinkt een beetje lullig. Een disruptor in de kappersbranche. Maar feitelijk is elke branche of elke sector die niet transparant, toegankelijk en helemaal is afgestemd op de behoeften van klanten, die is klaar om uh, in ieder geval om eens even last te krijgen van mensen die het anders doen. Ik, heb, ik kan niet verzinnen waarom dat bij kappers niet zou gebeuren. Omdat het om jezelf visueels gaat. Veel meer delen met al je vrienden waar jij eigenlijk jouw goede kapper hebt gevonden. Ja. Nou, ja, wat is het nodig dat er wat gebeurt in die kappersector? Hoe doen kappers het? Nou, dat hebben we even opgezocht en kappers die hebben toch de afgelopen jaren wel behoorlijk lastig gehad. Kijk maar eens naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de afgelopen jaren. Dan zie je toch een hele hoop minnetjes van de afgelopen jaren. Uh, uh, we gaan nog wel naar de kapper, maar er zijn ook steeds meer kappers bijgekomen. De Rabobank heeft dat in kaart gebracht en die zeggen dat de afgelopen vijf jaar en maar liefst 5000 kapsalons in Nederland bij zijn gekomen. Dus meer. De taart wordt iets kleiner en moet ook nog verdeeld worden door 5000 salons meer. Hoe kan het dat er zoveel bij komen? Omdat iedereen kapper kan en mag worden. Jij zou bij wijze van spreken vanavond ook kunnen beginnen. Want kapper is een vrij beroep. Je hebt er in principe geen uh, diploma voor nodig. En daarom dat heel veel mensen ook zijn begonnen. Uh, als ZZP'er bijvoorbeeld in... Uh, in een eigen garage als thuiskapper. En daarom dat je ook ziet dat er uh, steeds meer kappers zijn bijgekomen. En nu via een nieuwe website, uh, Guild heet dat, waar dus mijn hoofd ook uh, <laughs> nu uh, ja, slachtoffer, wil in. ik niet zeggen, <laughs> van is geworden. Maar uh, daar kun je dus zo'n thuiskapper heel makkelijk boeken. En kun je ook heel makkelijk vergelijken uh, of een kapper tijd heeft, hoe duur die is, of die een beetje goed is. Ja, ja. Ja. Eigenlijk net zoals Uber werkt, dat okay. werkt precies zelf. Maar het is een vrij beroep, je hoeft er geen diploma voor te hebben. Het, het zit keurig hoor. daar niet van. Maar Tatjana, heb jij er wel voor doorgeleerd? Hoop ik. Ik heb gewoon een opleiding gehad. Toch wel. Ja. ja, nee, het ziet er prima uit hoor. Maar ja. iedereen mag zichzelf dus kapper noemen. Ja, blijkbaar. Maar ik heb wel echt een okay. opleiding gehad. Hey, en hoe bevalt het om te werken via, via Guild? Ja, superleuk. Wat is een leuke? Uh, nou, uh, voornamelijk dat zij heel veel uh, PR voor mij uit handen nemen, administratief werk uit handen nemen. Okay. Dat ik me gewoon kan concentreren op mijn creatieve vak. Op het knippen. Ja. Oké, okay. en het gaat goed. Ja, tot nu toe wel. Okay. Ja, het ziet er goed uit, dus dank je wel. Dus, dank je wel um, Bart, maar hoe weet ik nou, kijk, Tatjana kan het, dat kunnen we hier beoordelen, maar uh, hoe weet ik nou of een kapper me goed knipt? Uh, dat kan dus heel makkelijk met dit uh, nieuwe systeem. Bij Uber is het ook zo, daar zie je of een taxichauffeur, of die jou goed naar de, naar de plek heeft gereden, of ze niet is omgereden. Nou, eigenlijk zie je dat bij Guild ook, daar kun je, kan ik dus straks kan ik, uh, een aantal punten, een aantal sterren geven. Uh, hoe mijn haar geknipt is. En dan kunnen anderen dat dan zien. En zo kun je dus ook de goede kappers eruit filteren. En kun je zelf kiezen van ja, die is goedkoop, mm -hmm. maar iets minder goed. Die is duurder, maar ook een stuk beter. Dus dan heb je echt totale transparantie. die helemaal bij, dat, bij die nieuwe economie ook hoort. Oké, okay, en dat gebeurt ook echt. dat klanten dat doen en dat daar goed op beoordeeld worden. Ja, ja, wat een soort uh, wisdom of the crowds. qua hoe je haar eruit wat, ziet. Hè, wat er ja. ook bij hoort. is zometeen eigenlijk de kappers geen klap meer verdienen. dat hij alleen maar de eigenaar van Guild zijn zakken vult. Dat Vergeet je dan nog even te vertellen? Is dat, dat is zo? natuurlijk ook het Uber-model, een beetje dat de, de, de tussenpersoon, natuurlijk, die een deel van de taart uh, pakt nu en dat er dan minder van de taart overblijft voor de kappers. Ja. Uh, dat is wel ja, onderdeel van het hele disruptie. Is, is dat iets wat dreigt uh, bij de bank voor dat je 300 euro nee, staan? Nee, nee. Want, je, want hebben... jij hanteert een vast tarief? Ja, oké. Okay. Dat... Hanteert een vast tarief. En word je betaald door Guild of door de klant? Uh, nee, door Guild uiteindelijk. Oké. Okay. Okay. Ja. Hm. Ja, dat is wel iets om de gaten te houden, natuurlijk. Uh, disruptie in de kappersbranche, het gaat er voorkomen? Het gaat er voorkomen, want het is niet het enige initiatief. Je hebt ook al een ander initiatief dat heet barberbooking.com. Daar staan een aantal, uh, een hele hoop kappers staan erop En daar kun je dus ook heel makkelijk uh, boeken bij een kapper. Kun je zien wie, de, wie wanneer tijd heeft. En kun je ook direct een afspraak maken. Heb je dus niet dat, Johannes, uh, dat de kapper dicht is als jij uh, eenmaal thuis bent. Nou, daar hebben al 600.000 mensen afspraken mee gemaakt. Mm -hmm. Dus zo zie je dat inderdaad, in die kappersbranche breed, ook echt dit soort uh, initiatieven ontstaan. Oké, okay, Bart, dankjewel. Tatjana, dankjewel. Ja. En, uh, misschien moest je Graag straks gedaan. een klein beetje afmaken, klopt je nog? dat doen we straks uh, na de uitzending. Dankjewel. Top, joh.